Ik sta hier in de allergrootste drugsafvalput ooit. Jarenlang hebben drugscriminelen hier in dit 100 jaar oude stuk bos giftige stoffen gedumpt. En dit is het gevolg daarvan. Honderden gekapte bomen, een enorme bouwput, alsof er een wolkenkrabber gebouwd gaat worden. Mensen in pakken, vrachtwagens die af en aanrijden met kilo's zand. Uniek? Ja, het is de grootste en duurste dumping ooit in Nederland. Dit wat je hier ziet kost miljoenen om op te ruimen. Maar drugslabs en dumpingen, ja, daar hebben we op zich wel ervaring mee, man. Mantelde de politie in totaal 87 drugslabs. En dit jaar waren dat er veel meer, ruim 120. Een hardnekkig probleem, vooral in het zuiden van het land. Het dumpen van drugsafval. In een loods werd een lab gevonden voor de productie van synthetische drugs. Daartussen zitten ook steeds vaker labs waar criminelen crystal meth maken. Wat gebeurt er als je tonnen vol chemisch afval dumpt in de natuur? Hoe ruim je dat op? En wat als ik je zeg dat er op één plek in ons land legaal gekookt wordt? Nou, kom mee, ga ik je allemaal laten zien. Flex, my bitch love, coco, 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 coco. Hoe werkt baby? Hoe werkt baby? Ja, we zijn hier op de Brabantse Wal in Halsteren. En ze zijn hier midden in het bos al dikke maand aan het werk. Maar dat is pas fase 1, want die hele operatie gaat nog zeker 2 jaar duren. En dat komt doordat drugscriminelen jarenlang daar zo in een put van 2x3 drugsafval hebben geloosd. Ja, je kijkt hier niet alleen naar een put van 2x3, maar naar 2500 kubieke meter aan chemische stoffen in de grond. Daar kun je een Olympisch zwembad mee vullen. En die giftige stoffen gaan natuurlijk helemaal de grond in. Ja, vandaar dat dit allemaal nodig is. Gigantische milieuschade en dat giftige spul, ja, dat moet er natuurlijk allemaal uit. En dat betekent graven, graven en graven. Maar het gaat nog veel verder dan graven. Er wordt hier ook drinkwater gewonnen. Het kan dus zomaar zijn dat dat ook in drinkwater beland is. Kom ik zo op, want zoals ik zei, labs en dumpingen zijn niet nieuw in ons land. En we hebben er zelf ook al vaak genoeg iets over gemaakt. Roadtrip door de wereld van de pillen en de pep. Drugslabs duiken nog steeds overal op. Alleen in 2023 rolde de politie 122 drugslabs op. 39 meer dan in 2022 en 53 meer dan in 2021. Maar ze denken dat er 3 keer zoveel labs zijn. En daarnaast, we zien ieder jaar meer labs. Dat betekent dat er ieder jaar weer meer drugsafval is. Terwijl in de zichtbare dumpingen die we ieder jaar aantreffen, ja, dat is inderdaad de afgelopen jaren afnemend. Ja. Meer labs, maar minder dumpingen dus. Ja, dat is niet omdat er minder ecstasy of speed gemaakt wordt, maar doordat, als die pillen en poeders eenmaal in zakken zitten, de makers het afval rechtstreeks lozen in de natuur. Afval gaat, dan maken we eigenlijk 2 soorten onderscheid in dumpingen. De dumpingen die zichtbaar zijn, dus in vaten of in jerrycans die langs de kant van de weg neergezet worden of die in het bos gekieperd worden. En we zien de onzichtbare dumpingen, dus echt drugsafval wat de grond in geloosd wordt, of wat via het riool geloosd wordt, of wat in oppervlaktewater geloosd wordt. Ja, dan vind je het eigenlijk niet meer terug. Als ik een schatting moet maken, dan is ongeveer 1/3 van het totaal aan dumpingen is zichtbaar afval. Dus dat vinden we terug aan de hand van jerrycans en vaten. En 2/3, de meerderheid dus, is het onzichtbaar lozen van drugsafval. Onzichtbaar en vaak ook onvindbaar. En daarom is de politie afhankelijk van jou en mij. Dan moet je het eigenlijk melden natuurlijk, hè? Dat is denk ik wat ik zou doen. Want ook deze put werd toevallig gevonden. Ik liep hier door dit bos en ik zag een hoop loofhouttakken onder naaldbomen. Dat is gek. Wat trouwens wel nieuw is, en kunnen we die grafiek nog even krijgen, jongens? Crystal meth. Van die 122 waren 20 crystal meth labs. 5 jaar geleden waren die er bijna niet in Nederland. Maar meth is meer waard. Ja, wij exporteren natuurlijk al heel veel MDMA. Crystal meth is ook een synthetische drugs die we maken, dus die gaat eigenlijk in hetzelfde lijntje mee naar het buitenland. En aangezien de middelen en infrastructuur hier al zijn, springen drugscriminelen erop. Veel winst voor relatief weinig moeite. Maar ook dat afval komt op plekken als deze terecht. Ja, wat je hier ziet is een drugslab. Deze golfplaten bij elkaar. Of nou ja, beter, was een drugslab. Want terwijl de politie dit hier aan het ontmantelen is, maakt boswachter Erik een rondje door het bos. Het is 23 maart 2021 en hij komt iets opvallends tegen.
En ik liep hier door dit bos en ik zag een hoop loofhouttakken onder naaldbomen. Dat is gek. Erik die haalt er een agent bij. En samen doen ze wat takken opzij. En ze vinden een soort luik. En daarin zat dus een enorme hoop met vieze stinkende prut. Ja, niemand weet dan nog dat Erik de grootste drugsafvalput ooit heeft ontdekt in Nederland. Maar hij heeft wel een vermoeden dat er veel en voor lange tijd chemische meuk is gedumpt op deze plek. Het is een hele dikke laag prut en daardoor denken we dat er ook veel drugsafval ingeloosd is. En ook over een langere periode. En dat is slecht nieuws. In eerste instantie voor het bos. Ze zijn net begonnen met meten en ik ben daar heel erg van geschrokken, want ze meten hier zware chemicaliën, maar ook 10, 20 meter verderop. Ja, kijk, dat die giftige stoffen de grond uit moeten, dat is duidelijk. Maar toch duurt het geen weken, geen maanden, maar 2,5 jaar. En niet voordat het is opgeruimd, voordat ze beginnen met opruimen. En de reden is geld. Ja, wie gaat dit allemaal betalen? Nou, als dit jouw stukje land is, dan ben jij de lul. In Nederland hebben we de wet bodembescherming, ja. De wet milieubeheer. En daarin staat eigenlijk dat als je eigenaar bent van een bepaald stukje grond, ben je ook verantwoordelijk wat er op die grond gebeurt. Dus voor een boer bijvoorbeeld, makkelijk voorbeeld, die een land heeft en er wordt op dat land drugsafval gedumpt, dan is in eerste instantie de boer aansprakelijk om het op te ruimen. De overheid helpt tegenwoordig wel mee met subsidies, maar bij deze dumping... En er zijn maar weinig instanties, niemand die dat op voorhand zomaar kan voorschieten. Nee, want we dat begrijp je ook wel, toch? Het zijn miljoenen, toch? Niet? Inderdaad. Ja, uiteindelijk zegt de provincie Brabant, wij gaan dit hier opruimen. Met als doel de kosten te verhalen op de daders. Maar zo makkelijk is dat nog niet. De mensen die inhoud of aanwezig zijn geweest bij het drugslab, die daarvoor verantwoordelijk zijn geweest, zijn die ook verantwoordelijk geweest voor de dumping, de lozing? Ja, die rechtszaak die volgt in april. En daar moeten we dus op wachten. Maar in de tussentijd dus dit. Ja, Eriks vermoeden dat hier veel en voor lange tijd is gedumpt, klopt. Maar ook hij wordt keer op keer weer verrast. Ik heb nu al 3 keer een bericht gekregen van ja, het zit toch verder dan we dachten. Dus Erik, kom je nog een stukje bos kappen, nog een stukje bos. In en rond de put worden 9 gevaarlijke stoffen gevonden. Waaronder toluen, benzeen en propanol. Ja, het zijn allemaal lastige namen, maar wat je moet weten is... Alles wat ermee in contact komt, dat sterft. Als je dat loopt door een hond erheen, ja, dat vreet gewoon weg. Moeten wij voorstellen dat spelende kinderen in de buurt zitten? Ja, dat gaat er nergens over. Nee. Dat relatief kleine gat van 2,5 bij 3 meter wordt uiteindelijk deze enorme krater. 400 bomen moeten gekapt worden. Een stuk bos dat er volgens de boswachter 100 jaar over heeft gedaan om te groeien. Maar wat doen ze hier nou precies? Nou, dat hebben we gevraagd. En let op, dat gaat een beetje een technisch verhaal worden. Dit is mega drugsput opruimen in 30 seconden. Stap 1, bodemonderzoek. Dus kijken hoe groot de schade is en om welke stoffen het gaat. Dan een plan van aanpak. Hoe, welke risico's en wat gaat dit kosten? En dan heb je alleen nog maar het voorspel. Daarna komen deze jongens om de meest verontreinigde grond af te voeren en het thermisch te reinigen. In een soort enorme oven. Hitte haalt namelijk de giftige stoffen uit de grond. Zijn alle stoffen dan dood? Nee. Die hele installatie die staat op onderdruk, zodat die dampen afgezogen worden naar die naverbrander. En in die naverbrander worden al die organische gassen helemaal vernietigd. Ja, die schoongemaakte grond die wordt gecheckt in een lab en hergebruikt. Voor een geluidswal bijvoorbeeld. Het komt niet meer terug in Halsteren, want deze plek krijgt nieuwe, schone grond. Zijn we dan klaar? Nee. De bodemlucht die versneld vrijkomt moet nog gezuiverd en gereinigd worden met een bodemluchtextractiesysteem. Een soort afzuigkap. En dan moet je het grondwater nog oppompen, zuiveren en ook weer terugpompen. Is dat water dan helemaal schoon? Nee, maar niet meer schadelijk voor mens en natuur. Nou, dat duurt 2 jaar, maar dan ben je wel klaar. Was dit 30 seconden eigenlijk? Nee, meer dan dubbele. Oh. Nou, dat bedoel ik maar. Het duurt allemaal veel langer dan je denkt. 1 kilo synthetische drugs levert zo'n 20 liter afval op. En er wordt nogal wat geproduceerd in Nederland. Exacte cijfers zijn lastig, maar in 2017 is er groot onderzoek gedaan door de politieacademie. En daarin schatten ze dat er dat jaar voor bijna 20 miljard euro aan ecstasy en amfetamine is geproduceerd. Dus misschien goed om je te realiseren dat als jij op een pilletje lekker staat te reven ergens, je de volgende dag niet alleen maar een kater kunt krijgen. Ik loop rondjes. Ik loop alleen maar rondjes. Maar ook een enorme krater. Ja,
Snap je hem? Niks meer aan doen. Hartstikke leuk. Ik snap hem. Ik moet daarbij wel zeggen dat als iedereen hier zou stoppen met drugs gebruiken, het probleem dan alsnog niet weg is. Want bijna alles gaat de grens over. Meer dan 85% wat in Nederland gemaakt wordt, is voor het buitenland bestemd. Maar dat afval blijft dus hier. En je hebt net gezien hoeveel schade een put van 2x3 aan kan richten. Maar wat gebeurt er nou als die bijtende stoffen de grond ingaan? Ja, kan ik je vertellen. Maar ik kan het je ook laten zien. Want hier bij het Nederlands Forensisch Instituut doen ze daar onderzoek naar. En Jorrit heeft wat potjes voor ons klaarstaan. Kom, want het is koud en hopelijk is het hier wat warmer. Jorrit, waar kijk ik nou naar? Wat je hier nou allemaal ziet, dat zijn allemaal bemonsteringen van drugsafval. We zien hier bijvoorbeeld afval van cocaïne. We zien hier typisch afval voor de MDMA-productie. En je ziet hier wat afval van de productie van amfetamine en methamfetamine. Ja. Dat is eigenlijk wat we hebben gezien in Halster, hè? Ja, dat is van een cocaïnewasserij afkomstig. En even voor mijn beeld, wat is een cocaïnewasserij? Wat doen ze daar? Een cocaïnewasserij is eigenlijk een plek waar ze cocaïne halen uit een dragermateriaal. En dat kan zijn bijvoorbeeld kleding, maar dat kan ook zijn in karton of in steenkool. En degene die in een cocaïnewasserij staan, die wassen die cocaïne uit dat materiaal. En dan kunnen ze het weer omzetten naar het product zoals dat op de markt wordt gebracht in Nederland. Dus even voor mijn beeld, er wordt dan zeg maar coke in een t-shirt gestopt. Ja. En die gaat dan hier in een soort ton met spul. Met water. Hè? Want je kan, hè, dus je kan cocaïne... Als zout kan je oplossen in water, dus als je dat in die kleding hebt zitten, dan los je die kleding in water op. En op die manier kan je je product krijgen. En we hebben ook afval van MDMA en Speed Labs, toch? Ja, dat groene wat je hier ziet, dat is typisch voor de grondstof, voor Speed en methamfetamine labs. En we zien hier afval van de amfetamineproductie, waarbij je verschillende lagen hebt met daarboven het tussenproduct en het eindproduct. Het menselijk weefsel, als dat in contact komt met een aantal van die hele sterke vloeistoffen, ja, dan kan je chemische brandwonden krijgen. Dat kunnen we laten zien. Ik heb hier caustische soda, gootsteenontstopper. Als ik daar een kippenpoot, om even zeg maar het weefsel van de mens te simuleren. Dit is een drumstick. Ja. Als ik die gootsteenontstopper doe, uiteindelijk gaat dat weefsel dat gaat oplossen. Dan hou je echt een heel smerig iets over. Al het weefsel is opgelost en het enige wat er eigenlijk nog in zit, dat zijn de harde resten, dat zijn de botten. Dus ja, dat is echt niet goed voor je huid. We hadden eigenlijk een soort van trigger warning moeten doen, van kijk dit niet tijdens het ontbijt. Want we publiceren om 8 uur 's ochtends. Lekker. Wat ik mij ook heb laten vertellen is dat jullie tegenwoordig een soort van legale crystal meth koks zijn hier. Ja, dat klopt. Wij doen in opdracht eigenlijk van het Openbaar Ministerie en de politie doen wij onderzoek naar die productieprocessen van crystal meth. Zodat we data kunnen aanleveren voor de rechtbank van hoeveel product kan nu vanuit een hoeveelheid grondstof verkregen worden. En dat doen we hierdoor door die reacties na te bootsen op een wat kleinere schaal. Dan zetten we deze weer uit. Kan deze dicht. De overheid die zelf synthetische drugs produceert. Het klinkt opmerkelijk. Toch is dat precies wat hier gebeurt. Dit is uiteindelijk het zuivere eindproduct. Dit is ongeveer 60 gram. En de straatwaarde daarvan is ongeveer 450 euro. Wat je vaak leest is dat drugsafval een soort hele specifieke geur heeft, toch? Ja, dat klopt wel. Bij sommige processen is dat echt wel een hele specifieke geur. Als voorbeeld heb ik hier het afval voor de productie van BMK. Dus die grondstof voor methamfetamine en amfetamine. Ja. Die geef ik je en dan moet je niet direct je neus erin steken, maar heel voorzichtig een beetje wapperen. En dan ruik je. Ja, ik vind het niet chill. Maar ik kan het ook niet helemaal plaatsen. Nee, het is een beetje wat zuurige lucht. Je loopt in het bos en je zou dit weer ruiken, dan is het wel iets wat je kan triggeren van hey, hier is wat aan de hand. Als het in zo'n potje zit, een soort van veilig, dan ja, is het misschien niet heel erg indrukwekkend of zo. Maar als je hier liters van dumpt in de kwetsbare natuur. Kan dit het gevolg zijn? En drugscriminelen verzinnen steeds nieuwe manieren om dit te doen. Zij willen ook niet de aandacht van de maatschappij op zich krijgen. Zij zien ook dat het zichtbaar dumpen, dat de woede van de maatschappij op zich haalt. We zien tegenwoordig heel veel verschillende manieren van hoe ze van dat afval afkomen, tot zelfs aan de semi-legale industrie aan toe. Ja, wat ze doen is bedrijven die chemisch afval verwerken betalen, misschien wel omkopen, om van hun drugsafval af te komen. Beter dan dumpen. Dat wel. Dat klopt, maar het is nog steeds een hartstikke strafbaar feit. Ja, we gaan zien hoe dit bos er over 2 jaar bij ligt. Maar zoals het was, gaan jij en ik waarschijnlijk niet meer meemaken. Dat bos heeft daar 100 jaar over gedaan om te groeien. Het duurt weer 100 jaar voordat daar fatsoenlijk bos staat. Thanks voor het kijken. En vond je dit nou een toffe video?
ram dan even op die abonneerknop. Zie ik je bij de volgende. Yo! Ja, vandaag hebben we dit nodig. Oh nee, dagoes. Oh nee. Het zijn er ook zoveel. Hallo vriend. Hallo. Hey, we hebben eigenlijk nog een tijd voor jullie, weet je dat? Hey. Oh, zo. Game. At this age. How are them man still hating? My young boy in a different country, but he ain't never been on vacation.